Welkom bij Tiel aan tafel. We hebben interessante gasten vandaag. We gaan zo meteen spreken met twee dames van het Toon Hermanshuis. Natuurlijk komen mijn kritische vrienden voorbij. En bij mij aan tafel zit, moet ik eventjes spieken, Hanneke Berwald en Rens Koevoet. Hanneke, jij bent van de Soroptimisten en jij zit in de kinderraad van Tiel. En voordat wij over de inhoud van dit mooie thema gaan praten, wil je mij toch eens vertellen wat de Soroptimisten nou precies zijn en wat zij doen? Wat de Soroptimisten doen? De Soroptimisten zijn een serviceclub en die bestaan in Nederland onder andere uit 3000 vrouwen, werkende vrouwen allemaal. En die willen zich inzetten voor de verbetering van de positie van vrouwen en kinderen in de wereld. Ze zijn met name gericht op meisjes en vrouwen, omdat ze dat vanuit hun werkende positie natuurlijk het best kunnen ondersteunen. En internationaal zitten we over de hele wereld. Ja, in heel veel landen, 9300 leden, echt heel erg veel. Ja. En nu is er een thema gekozen. Ja, in Nederland, in het noorden zijn we begonnen, in Friesland en Groningen, voor een Soroptimist filmfestival voor kinderen. En dat staat om, en dat is begonnen om de kinderrechten onder de aandacht te brengen. He, want daar begint het natuurlijk allemaal mee, met kinderen en kinderrechten. En bewustwording op de kinderrechten. Nou, daar hebben we besloten om daar in Nederland op deze manier aandacht aan te besteden. En wat doen we dan? We doen een kinderfilmfestival gebaseerd op de kinderrechten, zoals ze bewaakt worden door de UNICEF. Ja, nou dat is prachtig natuurlijk. Gaat in 14 steden hier in het land plaatsvinden. Ja. En jij bent daar op een bepaalde manier ook bij betrokken geraakt, Rens. Hoe ging dat? Er moest een thema worden gekozen. Ja, dat hebben we met de hele kinderraad gedaan. Je mocht zelf kiezen voor welk thema. We hebben gekozen voor het thema... Pest en mishandeling. Ja, dat was het. Daar heb ik zelf niet voor gekozen. Maar dat... Ja, de meeste kinderen dus wel. Ja. En toen hadden we dat. Toen moesten we voor een film gaan kiezen, voor het filmfestival. En dat is uiteindelijk de film geworden Felix. De andere film was Ice Dragon, maar daar we hebben met z'n allen gekozen voor Felix. Oké, en daar heb je dan een trailer van gezien? Ja. Ja, en kun je in het kort vertellen waar die film dan over gaat? Het gaat over een jongen met een trompet en die wil jazz spelen volgens mij, maar dat mag niet van zijn moeder, want daar is zijn vader van overleden. En meer weet ik eigenlijk ook niet. Hij maakt een beetje kennis met twee werelden, hè? De wereld van luxe decadentie en van armoede, wat ik zo een beetje had begrepen. Ja. En dat sprak wel aan. Ja, dat leek mij wel leuk. Ja, en dan gaan alle groepen 7 en 8 van de Tielse basisscholen. Die zijn in principe uitgenodigd en de scholen die daar positief op gereageerd hebben, die zijn 8 februari bij ons in de Agnietenhof. Ja. 8 februari gaat dat gebeuren, dus dat wordt groot, dat wordt veel, dat wordt druk daar. Ja, wordt leuk, ja. En hoe belangrijk is dit onderwerp? Waar komt dit vandaan? Het onderwerp voor bewustwording van de kinderrechten of het pest en milieu? Of pest en mishandeling? Nou ja, dat laatste is natuurlijk ook erg actueel. Ja, maar als je kijkt naar de kinderraad, die mochten dus zelf kiezen op basis van 4 thema's. Nou, de kinderrechten, daar hadden we het net over, die bewustwording, dat het zo belangrijk is. En de kinderen hebben gekozen voor pest en mishandeling. En ik introduceerde het thema en ik hoorde gelijk naast me allemaal kinderen, ja, het is belangrijk en het gebeurt bij ons op school ook. En cyberpesten en het is allemaal zo erg. En het is natuurlijk heel dicht bij kinderen. Veel kinderen hebben ermee te maken, weten er wat van. En omdat het zo dicht bij ze ligt, wilden ze het heel graag als thema hebben voor dit eerste festival. Ja, en daar kun jij je goed in vinden? Ja, ik had zelf voor iets anders gekozen. Maar toen is het uiteindelijk dit geworden en daar ben ik ook wel tevreden mee. Ja, want hoe belangrijk is dit? Dit is ook heel erg belangrijk, want het gebeurt heel veel in Nederland. En dat is niet goed, want dat mag gewoon niet. Dat is, mag wel, maar er is geen wet op. Maar het is niet leuk. Dus daar kan nooit genoeg over gesproken worden? Nee. Nou, dat vind ik heel erg mooi. Die groepen 7 en 8, die gaan natuurlijk iets heel moois meemaken. Ja. Wordt daar ook nog een follow-up aan gegeven? Wordt er gesproken met de leerlingen? Ja, wat we hebben gedaan is, we hebben de scholen konden een gastles van UNICEF boeken. UNICEF werkt er ook aan mee. Dus sommige scholen hebben dat wel gedaan, andere scholen niet. Maar wat we vanuit de Soroptimisten hebben gedaan, is we hebben een lespakket gemaakt voor de kinderen.
zodat docenten zelf de kinderen kunnen voorbereiden op de film. En we hebben daar zowel een voorbereiding als een nazorg. Dus ze kunnen ook de film nog weer nabespreken aan de hand van de kinderrechten en aan de hand van het thema. En de kinderen krijgen, om dat te doen, allemaal een goodie bag. Dat weten ze natuurlijk nog stiekem eigenlijk niet. Ja, precies. Maar die staan allemaal op de scholen klaar voor ze om eventjes na te bespreken. Nog eventjes dingetjes na te kunnen kijken. Ja. Ja. Dus het is wel een heel pakket geworden. Mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek. En alvast heel veel plezier toewensen bij alles wat er komen gaat. Ja, dankjewel. En mochten jullie weer iets moois hebben als zooroptimisten, nou, dan hoor ik het heel graag. Kom graag langs. Oké, okay, dankjewel. Inmiddels zijn bij mij twee dames aan tafel aangeschoven van het Toon Hermans Huis in Tiel. Cornelie Bierens, de Haan, en Elle Hoenderop, welkom. Jullie zijn beide coördinatoren bij het Toon Hermans Huis. Mensen die nog niet precies weten wat het Toon Hermans Huis nou precies doet. Kun jij dat mij vertellen, Elle? Ja, we zijn een inloophuis voor mensen die of zelf kanker hebben of met kanker te maken hebben. Dus het kan ook betreffen binnen je gezin, maar ook binnen je werkgerelateerde ervaring. Dus mensen die met kanker te maken hebben, die zijn welkom in het Toon Hermans Huis. En daar zijn wij een inloophuis voor, wat inhoudt dat je geen indicatie nodig hebt om bij ons te komen. Je kunt gewoon op eigen initiatief binnenlopen en dan is er altijd iemand die naar je luistert. En wij werken met gastvrouwen en gastheren en activiteitenbegeleiders. Dus er zijn ook activiteiten? Ja, er zijn heel veel activiteiten. Je kunt bij ons schilderen, er zijn yogalessen, er wordt gezongen in een koor. En allemaal positieve dingen om weer op een goede manier, zeg maar, je leven op te pakken. Nadat je de nare ziekte, kanker hebt of hebt gehad. Ja. Ja, en dat is nu alweer bijna 2 jaar, hè? Ja. Cornelie? Want 2 jaar geleden zaten jullie ook bij ons aan tafel en toen gingen we nog allemaal starten. Dit wisten we nog van niets. Nee. Ja. En ja, hoe gaat het? Het gaat geweldig. We zijn sinds 2 jaar zijn we verdriedubbeld. Sinds vorig jaar hadden we nou iets van 1600, meer dan 1600 bezoekmomenten, die tellen we. Hoe vaak komen mensen, want daar gaat het om uiteindelijk. En we hebben allemaal gespreksgroepen gaande voor nabestaanden, voor mensen die willen praten over wat hun overkomt met de ziekte. We hebben koren opgericht, die gaat ook zingen, maar daar komen we straks op. Het bruist. En is het nou ook zo dat gaandeweg dat proces in die 2 jaar, dat er iedere keer wat bij komt en denkt van, daar is behoefte aan of daar moeten we meer naar kijken, ja? Want zoals die koren? Dat zijn wel initiatieven die wij min of meer bedenken, maar heel veel dingen komen vanuit de bezoeker zelf. We faciliteren meer, zo zien wij het meer. Wat is de vraag? En dat proberen we. Daarop anticiperen jullie. Ja, wat mooi. Ja. Nou, en om dat wellicht te vieren, dat 2-jarige bestaan. Absoluut. Is er een hele bijzondere avond gepland. Elle. Ja, wij zijn benaderd door Paulien Zeebrechts. En die was eigenlijk van plan een workshop verhalen vertellen bij ons te gaan geven. Want dat is zij, hè? Verhalen vertellen. Zij is een hele mooie verhalenvertelster, inderdaad. Maar zoals je wellicht weet, werken wij alleen maar met vrijwilligers. En wordt er niemand in het Toon Hermans Huis betaald. En zij was gewend daar toch een vergoeding voor te krijgen. En wij zeiden, ja, dan kunnen we je helaas niet een workshop tijd aanbieden, want die gelden zijn er niet. Toen zei ze, maar ik vind het zo'n mooi initiatief, dan wil ik graag met een groep mensen iets doen voor het huis om geld op te halen. Nou, daar waren wij natuurlijk heel gelukkig mee en heel blij mee. En zij is eigenlijk samen met Mia Verbeelen degene die ons aanstaande benefietconcert van 9 februari op touw heeft gezet. Ja, nou noem je die naam, maar er gebeurt natuurlijk veel meer. Ja. Je krijgt dus verhalenvertellers. Ja, en wij zijn dus echt gaan kijken, wat biedt de regio aan mooie artiesten? En dan kom je bij een hele rij. Eigenlijk wonen er heel veel artiesten in deze. Er wonen hele getalenteerde mensen hier. Ja. Ja. Ah, ja, dus toen ze kijken wie heeft de tijd enzovoort. En toen kwamen we dus inderdaad met Harriet Saxioni, die meteen ja zei. Frans Duits, die meteen ja zei.
Erik Boreas die ja zei. En nu Kielke van Buren. Die komt ook opeens, heeft ze gezegd, ik doe mee. Dus die vliegt over. Vanuit Londen komt ze speciaal voor ons naartoe. Ja. En die avond die gaat plaatsvinden in de Agnietenhof op 9 februari. Absoluut. En dat is een bomvolle avond met allemaal spektakel en daar gebeurt van alles. Het heet de smaak van het leven. Het wordt ook als een soort maaltijd met allemaal ingrediënten wordt het gepresenteerd. Nou, het is magisch. We hebben het gezien, het programma. Ja? Ja, jullie zijn zelf erg onder de indruk. En wie gaan daar naartoe komen? Iedereen. Je moet het gezien hebben. Dit is gewoon een must. En je hebt verder ook geen connectie nodig met het Toon Hermanshuis. Dit is gewoon een geweldige avond. Ja, iedereen. Ja. Dus jullie willen gewoon dat die zaal hartstikke vol komt te zitten. Ja, precies, precies. Voor 37,50 koop je een kaartje. En daar gaat een heel klein gedeelte maar van naar vaste kosten. Want al deze mensen gaan allemaal voor niets. Belangeloos. Ja, belangeloos hebben ze dit daar opgezet. Daar op het podium staan. Ja, dus iedereen wil zoveel mogelijk dat er niet aan de strijkstok blijft, maar dat het in het Toon Hermanshuis terechtkomt. En voor 37,50 sponsor je dus een heel goed doel, waarvan je weet dat er een heleboel geld naar het daadwerkelijke Toon Hermanshuis gaat. Ja, en waar het dus ook zo goed besteed is. Hè? Waar het zeer goed besteed is. En een bijzondere avond. Een bijzondere avond. Is het zo. Eenmalig, denken wij. Ja, ik vind de combinatie ook zo vreselijk leuk. Om inderdaad Harry Saxioni en Frans Duits op één podium dan te zien. Ja. En ze vinden het allemaal zelf ook zo geweldig. Ja, wat mooi dat ze ook daar inderdaad zo'n warm hart voor hebben. En wat erg leuk is, is dat ons eigen koor onder begeleiding van Annelies Notenboom gaat ook nog een gedeelte invullen van de avond. Nou. Dus die zijn heel druk aan het repeteren. Als mensen een kaartje willen kopen, hoe gaat dat in zijn werk? Moeten ze naar het Toon Hermanshuis? Agnietenhof, gewoon zoals ze een kaartje kopen voor elk ander programma. Gewoon www.agnietenhof.nl. 9 februari, kleine zaal. Er zijn nog kaarten, maar wees snel. Ja, wees snel. Ja, want dit is een unieke avond. Ja. Nou, dames, heel veel succes. En hou ons op de hoogte natuurlijk. Ja. En misschien tot 9 februari. Nou, dat zou wel heel erg leuk zijn, hè? Goed. Zeker. Dank je wel. Oké. En dan is het nu tijd voor mijn kritische vrienden. Aan tafel Astrid de Groot en Mark Paulus. Van harte welkom. De kritische vrienden van vandaag. We gaan het hebben over een plan wat binnenkort hier in Tiel zou kunnen gaan lopen. Betaald parkeren buiten de winkelsluittijden. Dus 's avonds als je auto gaat parkeren dat je moet betalen. Wat vinden jullie daarvan? Astrid, als ik bij jou ga beginnen. Nou, in de grote steden zijn we er natuurlijk wel een beetje aan gewend dat dat al zo is. Alleen ja, ik vind dat aangezien de binnenstad in Tiel ook al leeg loopt, dat we echt wel moeten luisteren naar het MKB in Tiel. En als zij vinden dat dit echt een doodsteek is voor hun praktijken, ja, dan denk ik dat je daar goed naar moet luisteren. Ja, want de MKB, maar ook de horeca. De horeca, winkeliers. Ja, zeker. Onder lijden. Ja, zeker. Ja, vind ik. Ja. Mooi. Ik denk dat de horeca in Tiel niet zo'n koudwatervrees hoeft te hebben. Ik denk dat het betaald parkeren in Tiel met hele lage bedragen plaatsvindt. Als je naar Tiel toe gaat, ga je naar Tiel toe omdat je het aantrekkelijk vindt, omdat je het leuk vindt om de binnenstad in te gaan. En een bedrag van enkele euro's voor een hele avond is een heel acceptabel bedrag om daar een hele avond geparkeerd te staan. En ik denk niet dat dat de omzet negatief zal beïnvloeden van horecaondernemers. Dus je hebt er alle vertrouwen in dat dat... Ja, als het acceptabele bedragen zijn, als het gewoon een reëel iets is, dan daar heb ik daar geen moeite mee om met dat soort zaken akkoord te gaan. Met name omdat je in de omliggende steden ziet dat men vaak 10, 15 euro minimaal al voor een avond betaalt om te parkeren. En enkele euro's in Tiel mag de pret denk ik niet bederven. En wat vind je ervan? Nou, ik denk dat je wel ook moet bekijken, ik ken de cijfers niet... Maar wat het aan bureaucratie ook weer met zich meebrengt, en daar moeten we voor uitkijken. Misschien is het een idee om gewoon overdag het tarief iets op te hogen wat ten opzichte van de andere steden kan, zodat het 's avonds niet hoeft. Want als er 's avonds ook weer een parkeerwachter moet rondlopen, dan is dat toch zonde van het geld.
Ja, ik heb begrepen dat het over 3,5 euro zou gaan. Ja, dat valt mee. Dat zeker valt mee. Ja, dat hebben ja, de mensen wel voor over. Ja, maar dat stukje bureaucratie wat daar dan bij komt kijken. Ja, ja, je hebt toezicht nodig voor die handhaving. Aan de andere kant denk ik dat je ook heel goed systemen hebt, zoals tegenover de Waalkade, die kleine parkeerplaats waar je inrijdt en waar je met een camera het kentekenherkenning hebt. En dat je bij het uitrijden weer wordt gecontroleerd en dat je bij de automaat op je kenteken hebt betaald. Op die parkeerplaats heb je dus een heel makkelijk systeem. Wat zou voorkomen dat je eventueel met parkeerwachten zou moeten werken. En ik denk dat je daarmee heel slim het een en ander kunt reguleren. Ja, dat klopt. Ja, ja klopt. Maar dus, daar, zo zijn natuurlijk niet alle parkeerplaatsen ingericht. Nee, nee. Dat zou dus een stuk investering kosten. Maar ja, men moet een beleid maken waar nu ook die parkeergarage inpas die Tiel Centrum gaat krijgen. Westhuispoort. Ja, en dat betekent dat ze de Waalkade en de kleinere parkeerplaatsen en die parkeergarage, dat zal gelijk getrokken moeten worden. En dat zal beleid moeten zijn dat voor alles het op een identieke wijze plaatsvindt. En dat is op dit moment denk ik de grootste uitdaging waardoor nu ook de discussie is ontstaan. Maar kunnen we er niet op wachten dat de bedragen binnen de kortste keren erg omhoog getrokken worden? Want we moeten natuurlijk nog zien wat de parkeergarage doet. Wat er aan tekort gekomen is, weet ik niet. Maar dat zijn natuurlijk wel vraagtekens. Ja. Goed. Nou, het gaat binnenkort allemaal besproken worden. We gaan het allemaal zien. Ja. Dank jullie wel. Dit was Tiel aan tafel voor deze week. En volgende week zijn we er weer.